Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag 10 maart. En zoals ik al dacht en had voorspeld, is dit weer een video voor de verkiezing. Dus dat is echt superleuk. We hebben vandaag onze allereerste trainingsdag. We hebben een fotoshoot met fotograaf Peter Vos, dacht ik. En we krijgen social media van onze social media coach Vera. Dus ik heb er super veel zin in. Ik heb alleen even stress, want mijn goede hakken liggen in mijn vaders auto. En mijn ouders die zitten in Duitsland met die auto. Dus ik heb geen hakken. En I'm pretty stressed out. Dus ik ga nu even naar Jen toe. Om even tussen haar hakken te zoeken, kijken wat mogelijk is. Want zij heeft wat kleiner voetje dan wat ik heb. Dus we moeten even kijken wat gaat passen en of ik er überhaupt in kom. Maar ik wist gewoon dat er iets fout zou gaan. Ik wist het gewoon. Ik voelde het gewoon aan mijn water. Het weer vandaag is niet te doen gewoon. Niet te doen. Oké, we zijn alweer even wat verder. Ik was dus naar Jen gegaan om hakken te halen. Dus ik had deze hele leuke hakken van haar even meegenomen. Ze zijn echt super cute. En toen kwamen mijn ouders net thuis. Dus ik kan gewoon mijn eigen hakken aan. Dus die ga ik zo even pakken. Ik heb hier mijn koffer met dingen die ik meeneem. Dus extra kleding, mijn kwasten, extra make-up zit hier. Hier is allemaal extra make-up dat ik meeneem voor de fotoshoot. Dus dan ga ik nu die kant op. Ik heb er echt super veel zin in. Dus ja. Yeah. I'm ready to go. Dus dan zie ik jullie als ik zo direct daar ben. Trainingsdag! Hallo! Echt super leuk. We hebben al social media training gehad net. En gewoon even wat informatie. Ik ben weer eens niet scherp. What's new? En foto's worden ondertussen ook gemaakt. Jij moet nog, hè? Ja. Ik ben al geweest. En ik zag ze, ze waren echt super leuk. Dus ja. I'm so excited for that. Hoi allemaal. Het is vandaag alweer een nieuwe dag. Of ik doe de andere video samen met deze video. En dat komt omdat ik bij de vorige Miss Beauty video niet heel veel gefilmd heb. En daarom kies ik er nu voor om ze eigenlijk samen te voegen. Vandaag zijn wij in Nijkerk. En hebben wij de dag dat we de hoofdsponsor gaan ontmoeten. En dat we allemaal leuke activiteiten gaan doen. En we hebben ook catwalk training. Dus ik heb er heel veel zin in. Het is vandaag 23 maart. Dus dan weten jullie dat ook weer. Dus ik ga even mijn spulletjes bij elkaar rapen. En dan zie ik jullie zo. Nou, we hebben net even haaradvies gehad. Ik ga dus extensions nemen. Fake it till you make it, people. En we zijn nu even aan het wachten. De rest is ook allemaal nog bezig. Een beetje.
En het licht is hier best wel... Oké, we zitten ook bij het raam, dus dat is wel top. Hoe vaak horen jullie mij wel niet klagen in de video dat het licht echt slecht is waar ik ben? Nou, dit is dus echt... Dit is goed licht. Dus daar hou ik van. Oh, ik het highlight ook in. Maar oké, ja. Oh ja, met de hoofdsponsor. Haar exclusive. Yeah. In Nijkerk, peoples. In Nijkerk. Dus ja, daar zouden we zijn, in Nijkerk. Ik was nog nooit van mijn leven in Nijkerk geweest. Oh, dat is mooi. So that's the first. Familie van Jennifer, hi. I'm in Nijkerk. Dus ja, ik update jullie straks weer even weer. Dit wordt te lang. Oké, doei. Nou, hoi allemaal. Het is vandaag de volgende dag. Ik draai me heel even om. Het is vandaag de volgende dag. Gisteren was echt een superleuke dag. Ik heb niet echt meer verder gefilmd, omdat we echt even te druk bezig waren met wat activiteiten. En nou, gisteren zijn we gewoon naar de hoofdsponsor gegaan. Hebben daar inderdaad de hoofdsponsor ontmoet. We haar advies gekregen, zoals jullie hebben kunnen zien. Daarna hebben we catwalk training gehad, die ik inderdaad niet gefilmd heb. Dus dat vertel ik nu even, dat we catwalk training hebben gehad van onze coach Daisy. Ik ga echt nog super veel oefenen, want ik merk toch wel dat ik wat moeite heb met alles tegelijk doen, zeg maar. Dus dat, ja, dus dat moet ik nog even gaan oefenen. Ik zal ook even, want in het vorige deel van deze video konden jullie zien dat ik ook een training had van Miss Beauty. En dat we ook een fotoshoot hadden. Dat heb ik nou weer niet gefilmd, maar dat vertel ik dan ook maar weer even. En dit is de foto die het is geworden. Dus je kan vanaf nu ook op mij stemmen. Stemmen kost €1,10 per sms. Dus denk er goed over na voordat je stemt. En als je wil stemmen is het Pol Flevoland Jamie Lee. Ik zal het in beeld er ook even bij zetten. Naar 3010 en dan stem je op mij. Dus dat zou ik heel leuk vinden als jullie dat zouden willen doen. En dan ga ik bij deze de vlog afsluiten. Ik ben klaar om naar mijn werk te gaan. Dus daar ga ik zo direct naartoe. En dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Dus vergeet niet om te liken, vergeet niet om te subscriben. En ja, tot de volgende keer. Doei!